De benoemingsprocedure van het constitutioneel hof dat onlangs is ingezet door president Desi Bouterse gebeurt niet op de correcte wijze. Er zijn volgens WHP-voorzitter Chan Santokki veel zaken misgegaan vanaf de afkondiging van deze wet. Op een persconferentie van de WHP is de politicus ingegaan op dit vraagstuk. Santokki meent dat de wet constitutioneel hof officieel nog niet in werking is. Hij vraagt zich daarom af waarom de regering en de coalitie zoveel haast hebben met voordrachten. Normaliter staat in een wet, namelijk als een wet afgekondigd is, dan begint die in werking te treden. Zo staat het ook in de wet. Maar in deze wet is het expliciet opgenomen dat de inwerkingtreding bepaald wordt door de president. En daarin staat dat de president zal bepalen op een nader te bepalen tijdstip wanneer deze wet in werking zal treden. En als de president dat besluit, dan moet dat officieel geschieden. En dat moet geschieden met een presidentiële resolutie. En als die presidentiële resolutie er is, dan moet het gepubliceerd worden in het staatsblad. Dan kan deze wet in werking gaan treden. En ik benadruk het, want je moet kijken wat er gaat gebeuren. Want in de wet staat ook namelijk dat als de wet in werking is getreden, daarna kan het parlement voordrachten gaan doen voor de bemensing van het constitutioneel hof. Maar wat zie je gebeuren? 1. Wij dragen geen kennis. We hebben dat nog een keertje onderzocht. Dat deze wet in werking zou treden omdat we de presidentiële resolutie niet gevonden hebben. Santokki benadrukt dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. Hij ziet graag dat het benoemingsproces helemaal opnieuw begint. We hebben onze deskundigen gevraagd om naar dit vraagstuk te kijken. En wat bleek? Dat de wet op het constitutioneel hof nog niet is goedgekeurd in de zin van dat het in werking is getreden omdat er nog geen presidentiële resolutie is. Dus wat voor conclusie kan je dan trekken? Dat de voordrachten gedaan door de NDP in strijd is met de wet. Dat het besluit dat door het parlement is genomen om die voordrachten te doen en te presenteren aan de president in strijd is met de wet. En dat de president in een brief aan het parlement doorgeeft dat de voordrachten goedgekeurd zijn in strijd is met de wet. Dus juridisch gezien is er nog geen enkele voordracht door het parlement gedaan voor de bemensing van de leden van het constitutioneel hof. En misschien bedoelt dat de fractieleider van de NDP, dat bij de voordracht er fouten zijn gemaakt. Ja, die fouten zijn door hun gemaakt en niet door de oppositie. Er zijn grove fouten en we vragen als VHP om deze fouten onmiddellijk te corrigeren. VHP-voorzitter Chan Santokki vandaag op een persconferentie. Hij heeft zijn misnoegen geuit over de benoemingsprocedure van het constitutioneel hof. De politicus zegt dat zaken niet correct zijn afgehandeld door de coalitie en de regering.